fancy things will never come in between. You're part of my vanity. Here for infinity. When the war took its part. When the world has dealt its cards. Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag wil ik eventjes gewoon een kleine bedank / update video maken die ik eigenlijk altijd doe na het maken van de podcast. Ongeveer een week na dato maak ik dit soort update / bedank video's. Want bedank video's zijn eigenlijk altijd wel te sprake wanneer er eigenlijk een podcast is geweest. Omdat mijn podcastjes soort over het algemeen relatief goed doen. Volgens mij is het mijn afgelopen podcast die ik samen heb gemaakt met Sjoerd bijna op de 40 weergaven. Dat is in principe best netjes. Maar ik wou daarna eigenlijk ook een beetje naar het volgende onderwerp. Maar daar komen we zo meteen over de podcast, dames en heren. Als jullie me helemaal hebben afgeluisterd, dan weten jullie het al. Maar voor de mensen die dat niet hebben gedaan, aan het einde is er best wel belangrijk informatie verteld. En dat is eigenlijk simpelweg dat iedereen kan joinen. Niet alleen in de podcast, maar eigenlijk ook gewoon met het gaming. Met de series, met recommendations voor series. Iedereen kan injoinen. Om met mij bijvoorbeeld om met Captain Gotham en ik te gamen of bij de podcastjes te joinen of whatever. Dus voel je zeker ook vrij om dat te doen. Dus als je denkt van hey, ik vind het wel leuk om een keer bijvoorbeeld in zo'n podcast te joinen of ik vind het leuk om een keer met een game mee te doen, laat het even weten. Dan wil ik ook eventjes naar het volgende onderwerp, dames en heren. En dat is mooi gelinkt aan de podcast. Want wat ik eigenlijk een aantal dagen geleden heb gedaan, ik heb OBS gedownload en dat is eigenlijk een livestreaming service waarvan je echt direct vanaf YouTube kan livestreamen. Of vanaf OBS naar YouTube kan livestreamen. En ik had de afgelopen podcast had ik eigenlijk in die stream gezet en op automatisch herhalen gezet, zodat ik eigenlijk een live herhaling had van die podcast. En op die manier kwamen er ook weer wat meer views binnen. En toen had ik eigenlijk ineens bedacht van oké, dit is best leuk. Ik krijg hier ook gewoon wat live kijkers erbij die de podcast wellicht gemist hebben. Ik had het idee om eigenlijk een soort channel te maken. Eigenlijk een soort zendertje of zo. Een soort tv. Simpelweg genaamd Infinity TV. Waar ik dus eigenlijk ook gewoon video's die ik al geüpload heb livestream. Dames en heren. Die zet ik in de livestream. Wat ik doe, ik zet gewoon bijvoorbeeld, dan maak ik eigenlijk gewoon een hele uitzending met bijvoorbeeld ik begin misschien met de meest recente aflevering van Tales of the from the Borderlands, waar we nu mee bezig zijn, Captain Gotham en ik. Die zet ik erin. Daarna zet ik bijvoorbeeld een Horizon Forbidden West First Impression. Dit is gewoon even wat er recent allemaal op mijn kanaal gebeurt. Dan komt er een montage online. Dan doe ik er gewoon een montage midden in flikkeren. Dan komt er ineens weer misschien een Dying Light aflevering. Dan heb je ongeveer 2 uur of 3 uur aan materiaal. En dat zal zich dan de hele tijd herhalen. Eigenlijk een soort tv. Dat vond ik best een gaaf idee. En ik wil daar gewoon een beetje mee gaan experimenteren, dames en heren. Dat er gewoon live, dat ik gewoon live word uitgezonden met eigenlijk de recente dingen die op mijn kanaal aan de hand zijn geweest. En ja, misschien werkt het wel om het qua views een beetje op te boosten. Maar het lijkt me ook wel leuk om gewoon, dan kun je die livestream aanzetten en dan kun je bijvoorbeeld, dan kun je gewoon achterover zitten en dan kun je gewoon kijken wat er allemaal gaat komen. Reclamevrij, dames en heren. Ik weet niet of andere YouTubers, bekendere YouTubers of zo, dit ook doen. Ik heb geen één iemand gekend die het ook op deze manier doet, dames en heren. Dus dat is eigenlijk wel, ik denk wel iets unieks. Verder weet ik alleen niet, is het er niet echt structuur in? Ik kan niet echt zeggen van oké, elke vrijdag komt er zo'n livestream. Of elke donderdag. Het gaat echt eventjes gewoon een experimentje zijn. Ik ga gewoon even kijken hoe het werkt. Infinity TV, kijk je mee. Je zult het vanzelf wel zien, dames en heren. Misschien dat ik voordat deze video online komt al wel een poging doe. Dat zou ook wel kunnen, dames en heren. Maar jullie gaan het vanzelf zien hoeveel zulke livestreams gaan gebeuren. Ik vind het is een kleine moeite om gewoon even een hele aflevering achter elkaar te zetten en te streamen. Maar het is misschien iets groots voor mijn kanaal om te doen.
Dus ja, dat was het eigenlijk een beetje, dames en heren. Gewoon een kleine update video, een kleine bonus video. Allemaal bedankt gewoon natuurlijk voor alle support, voor alle likes, ook voor de shorts. Die gaan ook echt af en toe heel erg lekker, ook qua likes. En de TikToks en de Instagram reels en de YouTube video's en dan met die livestream erbij. Komt het kanaal echt allemaal helemaal tot leven, hè? En dat is hartstikke top. Dus ik zou zeggen, dames en heren, blijf lekker kijken. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet ook niet dat belletje komt door zijn van elke nieuwe video of livestreams die eraan gaan komen. En dan zou ik zeggen, adios. Later, tiny pingwings.